Begin van het jaar hadden we het gemiddeld over 250 uithuisplaatsingen in Flevoland. Toen de regio ons vroeg om het aantal uithuisplaatsingen terug te dringen, zijn we dat gaan doen, maar wel onder voorwaarden. We wilden een team van doeners uit de betrokken organisaties, ruimte om te handelen, korte lijnen met bestuurders en commitment van alle betrokken partijen. We hebben ons zo licht mogelijk georganiseerd. Een versnellingsteam dat zowel in casuïstiek werkt als randvoorwaarden creëert. Een belangrijke randvoorwaarde was het ambulante specialistische team. Er werd al jaren om gevraagd en over gepraat en wij hadden het binnen 6 weken staan. Team Anders genaamd. Beide teams, het versnellingsteam en Team Anders, zijn multidisciplinair en er zitten mensen in vanuit verschillende organisaties. 3 principes zijn leidend voor ons in ons werk. Het eerste is het kind centraal. Het is vandaag al veel gezegd, maar ouders zijn het fundament. Wij kijken met het gezin wat de hulpvraag is en wie die heeft en wat er voor nodig is. In onze position paper laten we zien dat rechters zelfs bereid zijn om de maatregel uit huisplaatsing eraf te halen als het versnellingsteam instapt. We blijken heel veel op te kunnen lossen met reguliere inzet of met inzet van Team Anders. 2e principe. Een gouden formule. Aandacht en expertise is snelheid. We zijn gemakkelijk bereikbaar voor iedereen die hulp wil. Wij luisteren, we sparren, we brengen expertise in, we organiseren een versnellingstafel. Wat er maar nodig is, weinig is ons te gek. En daardoor hebben we vaak binnen 48 uur een passende oplossing die we direct kunnen realiseren. 3e punt. Van kille complexiteit naar menselijk en behapbaar. Het is mensenwerk. En ja, in het systeem zitten perverse prikkels. En ja, daardoor zijn belangen tegenstrijdig. Maar we gaan nu kinderen helpen. En het systeem is voor ons gewoon even een gegeven. Dat is aan u voor een belangrijk deel ook om te veranderen. Voor ons maakt het dan ook niet uit of het over een gedwongen of vrijwillig kader gaat. Het gaat om de kinderen en hun gezinnen. En die verfrissende toon die wij daar zetten, die is cruciaal. Wij komen allebei niet uit de jeugdzorg, dus tot een half jaar geleden wist ik niet eens wat GI betekende. Maar juist dat maakt denk ik het verschil hier. We doen het met betrokken professionals, we nemen niet over, maar we gaan naast ze staan. En wij horen uw Kamer met regelmaat zeggen, er is anders denken en anders werken nodig. En ik was wel heel blij dat het net ook werd genoemd. In het Flevolandse gaat het ook echt over anders organiseren. Wij zien echt kansen, zelfs binnen het huidige stelsel, om op korte termijn effect te sorteren. Tot slot, ik vraag u even om mee te rekenen. Een beetje wakker houden na 3 uur zitten. Ons resultaat is 42 kinderen. Wij werken 2 dagen per week hieraan. Een half jaar lang nu. Als je deze aanpak verdubbelt in capaciteit en dit in alle 43 de regio's toepast, dan zou dat in theorie kunnen betekenen dat we 7000 kinderen per jaar kunnen helpen. Nou, dan zijn we een heel eind op streek. Dat is 1/3 van alle kinderen in verblijf op dit moment. Veel van uw debatten gaan over de hopeloosheid van het systeem. En vanmiddag kreeg ik dat gevoel eigenlijk ook een beetje. En we beamen ook dat er echt nog ontzettend veel moet gebeuren. Maar we willen u ook laten zien dat er echt nog hoop is. Daar is wel lef en leiderschap voor nodig. Van iedereen in de zaal en ook van heel veel mensen daarbuiten. En zoals wij altijd zeggen, deze kinderen rekenen op ons. Wij zijn hier de grote mensen. En als wij het niet doen, wie doet het dan wel? Dank u wel. Kijk. Ik dank u zeer en ik ga weer voor de verandering eens een andere volgorde doen. En ik begin deze keer bij de heer Ceder, als hij daar klaar voor is. En dan gaan we eerst 4 vragen doen en de heer Ceder gaat u eerst vertellen aan wie hij die vraag gaat stellen. Ja, zeker, voorzitter. Dank u wel en ook dank voor de bijdrage. Voorzitter, ik wil altijd de vraag aan de meerdere personen stellen. Maar u...